Nederland ziekenhuis wil misschien wel verhuizen naar het stationsgebied in Doetinchem. Althans, de mogelijkheid voor die verhuizing wordt onderzocht. Directeur Geert Huisman, van harte welkom. Dankjewel. Fijn dat u op korte termijn bij ons aanwezig wilde zijn. Mijn eerste vraag, waarom wilt u nu ineens wel verhuizen en niet renoveren? Een jaar geleden dacht u daar volgens mij nog anders over. Ja, dat klopt. We hebben de afgelopen jaren gewoon puzzelen geweest. Rondom het vraagstuk van de renovatie van het gebouw. Het zal voor de meeste mensen hier wel bekend zijn. De oudste gebouwen op ons ziekenhuisterrein dateren nog uit de jaren 60. Eind jaren 80, begin jaren 90 is er van alles aangebouwd. En al die gebouwen zijn nu weer toe aan een renovatie. Bijna wel een luchtmuseum. Nou, dat zou ik absoluut niet willen zeggen. Want dat is natuurlijk één kenmerk wat voor een ziekenhuis heel bepalend is. Je kwaliteit, je veiligheid, je techniek moet aan alle tijden up-to-date zijn. En dat is ook de reden waarom we al die jaren steeds geïnvesteerd hebben. Alleen we komen nu weer op het punt van een hele grootschalige renovatie. En dan is de vraag hoe je dat nou het beste kunt doen. We hebben nu een heel uitgebreid renovatieplan gemaakt. Maar we zijn een beetje geschrokken van de prijs. En we zijn een beetje geschrokken van de tijd die je nodig hebt om dat te realiseren. 80 miljoen in de tijd? 80 miljoen. En de schatting is dat het 8 tot 10 jaar gaat duren voordat het ziekenhuis weer volledig gerenoveerd is. En dat komt omdat op ons huidige terrein, de gebouwen die erop staan, eigenlijk heel weinig ruimte laten voor nieuwbouw. Dat betekent dat je voortdurend in de bestaande gebouwen moet renoveren. En dat kun je alleen maar in hele kleine stapjes doen. En dat heeft te maken met de ligging natuurlijk van het ziekenhuis van bij de bossen? Dat heeft te maken met de ligging, het heeft te maken met het feit dat we aan de grens van het bestemmingsplan zitten. Dat betekent dat je steeds in de bestaande gebouwen moet renoveren. En dat kun je alleen maar in hele kleine stapjes doen, omdat immers het ziekenhuis in de tussentijd wel doorgaat. En u zegt we zijn geschrokken van de kosten. Als we het dan hebben over nieuwbouw, u kwam volgens mij vrij snel uit bij de locatie Wit Deen, hoor. Ja, we zijn met de gemeente in gesprek gegaan. En de eerste natuurlijke reactie is dan van kom, we moeten een plek zoeken aan de autobaan. Dat lijkt heel mooi. Dat is vooral leuk voor mensen die een auto beschikbaar hebben en zo af en toe eens een keer in het ziekenhuis moeten zijn. Maar je moet je realiseren dat er op een gemiddelde werkdag bij ons in het ziekenhuis ruim 1000 patiënten binnenkomen. Nog eens een keer zo'n 300-400 bezoekers. En we hebben ook nog eens 1000 personeelsleden die op een dag naar het ziekenhuis komen. En ja, daarvoor is het openbaar vervoer toch wel heel erg belangrijk. Dus vandaar dat toen we met de gemeente in gesprek waren, dat ons ook is gevallen op het WDO-terrein. Wat eigenlijk zowel autoverkeer, voor het autoverkeer goed toegankelijk is. De nieuwe Reeman Oost gaat daar aansluiten. Je bent 2-3 minuten van de autobaan af. Maar je hebt ook de verbinding met trein en busverkeer. Dus in die zin is het een heel logisch knooppunt. En die nieuwbouwplannen zijn sneller te realiseren dan de renovatie? Nou, als het ons lukt, en je weet, een ziekenhuis bouw je niet zomaar, dan word je met veel partijen van overleg. Als het ons lukt om medio volgend jaar een besluit te nemen, dan zou rond 2020 zou het ziekenhuis er kunnen staan. Dus ja, als je dat vergelijkt met die 8 tot 10 jaar, dan zou het net iets eerder klaar kunnen zijn dan dat je in de renovatie. Maar het kost ook net iets meer. Het kost iets meer, alleen je investeert wel in de toekomst. Als wij nu 80 miljoen investeren in het ziekenhuis, dan moet je realiseren dat we over 20, 25 jaar toch het terrein moeten gaan verlaten. Omdat dan de gebouwen gewoon te oud zijn geworden om nog verder in stand te houden. En als je nu op een nieuwe locatie inderdaad wat meer investeert, en het gaat om hele grote bedragen, dat ben ik meteen toe weg. Maar als je wat meer investeert, dan investeer je ook in een veel langere toekomst. 120 miljoen hè, moet het nieuw bouw kosten. 120 miljoen is nu de schatting voor de bouwkosten. Dat is dan nog exclusief de inventaris. En die 120 moet je eigenlijk vergelijken met de 80 miljoen die we in het bestaande zou moeten investeren. Waar gaat u het geld vandaan halen? Ja, nou ja, daar moet ik heel goed met de bank over gaan praten. Daar moet ik met de verzekeraars over praten om te kijken of we dat kunnen financieren. We hebben daar wat voorlopige exercities op gedaan, rekenexercities op gedaan. En het lijkt erop dat het betaalbaar is. De operatie gaat lukken, hè? Dat de operatie zou kunnen gaan lukken. Ja. Maar nogmaals, we zitten nog in het stadium van plannenmakerij. En we moeten echt nog wel even met een paar partijen goed in overleg om te kijken of het ook echt gaat worden. Heeft u dit vrijdag kenbaar gemaakt, hè, dat die verhuisplannen er zijn? Ik heb heel wat mensen in mijn omgeving horen mopperen. Hoezo dan? En dan wordt dat dubbele parkeerdek gebouwd, kapitaalvernietiging, die geluiden natuurlijk bereikt hebben. Ja, dat is natuurlijk zo. Maar ja, ik zei het net al, als iemand bij een ziekenhuis komt, dan moet hij er ook op kunnen rekenen dat het een up-to-date gebouw is, dat de techniek perfect en makkelijk is, dat je auto kwijt kunt.
Dus je moet blijven investeren. Zelfs als wij kiezen voor nieuwbouw, want dan zullen we de komende paar jaar op de huidige locatie nog steeds een aantal miljoenen moeten investeren om het geheel op de let te houden. Dat wordt nou eenmaal onze plek. U zei hè, op termijn, niet op de korte termijn, maar op de lange termijn, is nieuwbouw voordeliger, omdat we dan met dat plan veel langer vooruit kunnen dan als we zouden renoveren op de huidige locatie, los van de verkeersproblematiek. Daar zal meneer Keijzer ook blij mee zijn dat dat voor een deel opgelost is. Nu zijn er ook heel veel mensen, denk ik, die net als meneer Aalbrinken denken van ja, maar er staat ook een ziekenhuis in Winterswijk. En als we dan echt op de lange termijn gaan kijken en echt willen besparen voor de toekomst, had u dan niet bij dat ziekenhuis aan de tafel moeten gaan zitten? Nou ja, zoals u weet, wij hebben een jaar lang met het ziekenhuis in Winterswijk om tafel gezeten. Maar u bent er niet uitgekomen samen? We hebben al lang gesproken over samenwerking en het is jammer genoeg niet gelukt. Winterswijk heeft ervoor gekozen om de samenwerking richting Enschede te zoeken. En dat betekent dat we nu als Zeeland gewoon bij elkaar verder moeten en voor onszelf de keuze moeten maken. Ik ben het met Henk Kaalding zeker eens dat ik het een doodzonde vind dat die samenwerking niet tot stand is gekomen. En wat mij betreft gaan we morgen weer aan tafel en gaan we het opnieuw proberen. Maar waar ik niet voor ben, is om met elkaar te gaan zitten bedenken dat je een nieuw ziekenhuis in Varsseveld gaat bouwen. Daar ben ik niet voor. Daar is eigenlijk de discussie voor jou een beetje op vastgelopen. Nou ja, als je kijkt naar de kaart van de Achterhoek, dan lijkt het heel logisch. Als je vitaal bent en je hebt een auto en je moet af en toe eens een keer naar het ziekenhuis. Maar als je kijkt hoe de bevolkingsconcentraties verdeeld zijn in de Achterhoek, dan snap ik dat de mensen in Winterswijk heel boos werden van het idee dat het ziekenhuis daar weg zou gaan. En naar bijvoorbeeld Varsseveld zou vertrekken. Ik denk dat dat absoluut niet de oplossing is. We hebben de komende 20, 25 jaar in de Achterhoek nog te maken met een enorme vergrijzing. In de Oost-Achterhoek is dat nog iets sterker dan in ons gebied. Dat betekent dat de zorgvraag enorm toeneemt. En ik denk dat we dat het beste kunnen doen vanuit twee locaties. Daar komt nog eens bij dat het ziekenhuis Winterswijk zeer recent compleet gerenoveerd is. Ja. We zijn nu met de laatste fase bezig. Dus ja, dan zou ik het heel vreemd vinden om een nieuw ziekenhuis ergens in de rij te zetten. Wat dan misschien met de auto bereikbaar is, maar waar met openbaar vervoer nog niet mee wat om kan. En ik denk dat de gemeente Doetinchem heel blij is dat u blijft in Doetinchem, want u bent de grootste werkgever. Ja, natuurlijk. Het is voor de gemeente Doetinchem heel erg belangrijk. Maar wij kijken ook heel sterk naar waar onze patiënten vandaan komen. 2000 van onze patiënten komen uit de omgeving van Doetinchem, uit andere gemeentes. En ook voor die patiëntengroep willen we een goede bereikbare voorziening hebben. Hoe groot kans, acht u de kans dat die schok daadwerkelijk de grond in gaat binnenkort? Nou ja, het zal de komende maanden nog wel wat overleg werken, maar als we die kans niet positief achten, dan waren we nu niet met de plannen naar buiten gekomen. Wat ik heel belangrijk vind is dat de verzekeraars het vertrouwen in het ziekenhuis hebben uitgesproken. En ook voor het Zwingelands ziekenhuis een functie zien als het gaat om de acute zorg en de geboortezorg. Dat is een hele belangrijke basis om verder te kunnen praten. Ja, en nu zullen we het overleg met de gemeente, met de verzekeraars, met de huisartsen, met de thuiszorg verder moeten gaan voeren om te kijken hoe we dat nieuwe ziekenhuis nu ook vorm gaan geven. Ik kijk heel even de zaal in, Erik. Hoe bereidwillig is de gemeente? Ik zag wethouder Trent hier ook al aanwezig. Heeft daar misschien iets over zeggen? Doet er in Noord staan ze volgens mij nog steeds te feesten? Nou, volgens mij niet alleen Doetinchem Noord, want het is in ons aller belang dat je snel bij het ziekenhuis kunt zijn als je spoedeisende hulp nodig hebt. En niemand zit te wachten op in de file staan om bij welke arts dan ook te komen. Dus een centrale plek, goed bereikbaar, is volgens mij in belang van het ziekenhuis, het personeel van het ziekenhuis, maar ook van ons allen. Dat je gaat kijken hoe kun je die plek bij het station verder invulling geven, dat lijkt me ook een hele goede. Er ligt ook ruimte waar kantoren zouden komen. Dat zien wij in 1, 2, 3 niet meer gaan gebeuren op het moment dat je deze invullingen daarvoor kunt kiezen. Dan denk ik dat we er met z'n allen heel veel plezier van hebben. Ja, en dan er zijn wat plannen rondom het ziekenhuis gemaakt met betrekking tot ontsluiting, met betrekking tot doorstroming. Ik kan er gevoelig van uitgaan dat die plannen dus nu ook op zijn minst in de ijskast gaan, maar misschien wel helemaal komen te vervallen. Nee hoor, het maakt niet zoveel uit waar het ziekenhuis gepositioneerd is. Als je naast de snelweg legt, dan zou je ook een uitrit of een afrit moeten hebben aan een provinciale weg. In dit geval komt er een tweestrooksweg
de stad en de bedrijvenweg met de komst van de Oostelijke Randweg. Ik doelde eigenlijk ook een beetje op de tweede looplijn als ontsluitingsweg voor het ziekenhuis. Nee, die vervalt daarmee, want dat is dan ook niet nodig. Zelfs het zuidelijk stuk van de Kruisbergseweg zal tot in lengte van jaren onder de normen blijven en daarmee krijg je ook een leefbare gebied in orde. Probleem opgelost. Dan wel, ja. Oké, dank u wel. Nou, de verhuizing is goed voor de stad. Dank u wel dan voor uw verhuisplannen. Nou ja, ik denk dat we de support van iedereen nodig hebben om deze plannen langs te maken. Maar ik hoop van harte dat het ons gaat lukken. Het gaat er vast lukken. Succes in ieder geval. Dank je wel. Dank u wel voor uw voorstel.